De sluiting van de Johannes de Doperkerk in Puiflik komt nu wel erg dichtbij. Het decreet van bischop Gerard de Korte kan ieder moment worden aangekondigd, waardoor het sluiten van de kerkdeuren onomkeerbaar lijkt. Een aantal parochianen uit Puiflik en Druten Zuid slaan de handen ineen en doen nu een laatste poging om de bischop toch op andere gedachten te brengen. Kijk, als er nou heel veel bezwaarschriften komen, ja, dan zullen ze zich toch, mag ik hopen, zich in de bos ook nog eens een keer achter de oren krabben. Laat alsjeblieft die korte uh, gang naar de kerk uh, nog maken. één keer voor de allerlaatste keer. Om, uh, om een handtekening te zetten. Of om een eigen uh, uh, briefje te formuleren, op te schrijven. Dat zou een goede zaak zijn. Nou, ik vind het schandalig. Hebben die mensen vroeger die kerk. die hebben ze met, met, met dubbeltjes en kwartjes met mijn ogen Het zijn varkens geweest. Je hebt een oude kerk verkocht. Uh, de kerk is er wel alvast verkocht. Bezwaarprocedure moet nog starten. Hij is al leeg leeggehaald. Bezwaarprocedure moet nog starten. Dus dan kun je bijna voorspellen hoe serieus die bezwaarmogelijkheid die officieel volgens kerkelijk recht geboden gaat worden, hoe die behandeld zal worden. Van overleg is 0,0 sprake geweest. Het is gewoon gezegd, We sluiten, dat is het, punt. En er wordt dan wel meegedeeld, maar geen overleg. Dat kerken gesloten moeten worden, daar valt niet aan te tornen. Dat is een, dat is een feit. Maar de wijze waarop het gegaan is, het, het respectloos handelen, want dat vind ik eigenlijk het, 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 het best kenmerkende woord, het respectloos handelen van kerkbestuur en van bisdom, zo noem ik het dan maar expliciet, naar de gemeenschap, dat, uh, dat is eigenlijk het grootste bezwaar. Maandagavond van 7 tot 8 zal er een protest plaatsvinden voor de kerk. Maandagavond 7 uur hier voor de kerk. Symbolischer kan dat nauwelijks. Precies. En zeker als het plein helemaal vol is, nou, dan moet het toch wel helemaal uh, sterk overkomen. En dat is wat we graag willen.